Eigenlijk dat je de vijand nooit moet verabsoluteren. Dan is het ook zo gevaarlijk als politici gaan zeggen, gaan spreken, zoals voor George W. Bush deed, maar het gebeurt nog steeds, heel veel zelfs, over het absolute kwaad. Want zodra je die categorie introduceert, introduceer je eigenlijk vijanden die geen plaats meer hebben in de familie van de mensheid. Dus die kunnen dan alleen nog maar worden uitgeroeid. En dat dijt dan uit. En dan kom je van het absolute kwaad naar genocide, zit denk ik minder tussen dan menigeen denkt.